Ik wil je laten zien hoe je zilverklei kunt afbakken met een microtorch. Gaat heel gemakkelijk met een vuurvast oppervlak, rooster, zilverklei en je fakkel. Dit is een navulbare microtorch, een soldeertorch, speciaal voor sieraden en heel handig om je zilverklei mee af te bakken. Je plaatst je zilverklei op een rooster en dit kan ook op je gasfornuis zijn. Ik heb hier een soldeerplaat onder liggen en ik ontsteek de microtorch. Deze heeft een pyro-ontsteking, dus je hebt geen aansteker nodig verder om hem aan te steken. En ik ga nu draaiende bewegingen maken over de zilverklei en er weer van af. Dit doe ik omdat anders het zilver te snel verhit en zelfs gaat smelten. En door de vlam te blijven draaien, krijg je dat het niet te heet wordt. Je zag zojuist het verbranden van het bindmiddel. Het gaat vrij snel. En ik wacht tot mijn stuk gaat gloeien. Op het moment dat het oranje-rood gaat gloeien, dan pas gaat het zilver aan elkaar sinteren. Dus vanaf dat moment moet ik gaan timen. En zoals je kunt zien, zo een beetje voor het licht gaat staan, zie je dat het zilver een oranje gloed heeft. En ik time naar gelang de dikte van mijn werkstuk en de grootte van het werkstuk. En het kan verschillen van heel klein voor een minuut tot 5 minuten voor een groter stuk. En die oranje kleur is gewoon het belangrijkste. Dan weet je dat in ieder geval er een proces plaatsvindt in de zilverklei, waardoor dat al die zilverdeeltjes aan elkaar gaan plakken. En dat heeft gewoon wat tijd nodig. Door die draaiende beweging wordt mijn zilver niet te heet, want anders zou het gaan smelten. En dat wil je niet. Je wil gewoon dat het gebakken wordt. Zou er een steentje in zitten, bijvoorbeeld de zirconia, die kun je meebakken. Dan kan ik mijn stukje na het afbakken niet koud spoelen. Dan moet ik hem gewoon af laten koelen op een vuurvaste ondergrond. Of op mijn rooster gewoon. Als je er geen zilverklei of geen stenen in hebt zitten, dan kun je hem afkoelen in een bakje met water, koud water. En dan is je zilverklei ook meteen afgekoeld. Dan kun je verder gaan met het proces van polijsten. Om te controleren of jouw zilverklei genoeg is gekrompen, kun je er vooraf met een potlood omheen tekenen om te kijken of dat die inderdaad gekrompen is. En je kunt ook horen of zilverklei goed gesinterd is. En als het niet goed is gesinterd, dan klinkt het wat dof. Daarvoor moet je hem wel even af laten koelen. En dan zakjes op een werkblad laten vallen. En als hij metalig klinkt, dan is hij goed. Nou, dit is maar een klein dun werkstukje. Dus deze is klaar. Hij is nu ook veranderd van het grijzige naar wit. En ik spoel hem koud in het water.
Je hoort nu ook de metaalklank. Dat was het. Bedankt voor het kijken.